Kunst houdt ons op het juiste pad, door met groot genoegen de zonde te verbeelden. Weinig is zo aantrekkelijk als de verbeelding van de zondige ander. In de late 15e eeuw schilderde Jeroen Bosch met een onmiskenbaar genoegen de feilbare mens die zich overgaf aan wellust, onmatigheid en hebzucht, op straffen van eindeloze boetedoening in een brandende hel. In de Gouden Eeuw werd vol overgave de vleeselijke lust opgewekt, maar niet om ons te plezieren. Het is namelijk een val. Voluptueuze naakte lijven, zinnenprikkelende delendenen. Rijk gedekte tafels, vol met heerlijk eten, laten ons watertanden. En dan was het eigenlijk al te laat. Want pas daarna viel het bijbelse tafereel ons op. De moraal. Wij worden gewaarschuwd voor onze fysieke verlangen die het heilzame leven in de weg staan. Wij immorele stervelingen hebben de zonde al begaan en het leert ons dat wij allen zondaars zijn. Enkel de moreel zuiveren mogen een oordeel vellen. Zoals Jezus sprak tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Zij vroegen of de overspelige vrouw moest worden gestenigd. En hij antwoordde: laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen.